Tijdens onze veiling Moderne Meesters in april zijn wij vereerd om een van de eerste Belgische abstracte schilders te mogen presenteren. Engelbert van Anderlecht. Na zijn studies in Sint-Joost-de-Node vertoont zijn werk enige link met het animisme. Nadien ondergaat hij een invloed van Cézanne en het is dankzij de schilder Serge Vanderkam en de dichter Jean Dupriot dat hij zich vanaf de jaren 50 volledig toelicht op de abstracte schilderkunst. Wat je ook kan zien in dit doek is dat hij in zijn abstract schilderen eigenlijk zijn oerpassies, zijn oerinstincten wil vastleggen zonder enige compromissen te sluiten met zijn reden. Zowel pastueus als transparant, lineair als met vlakken, legt hij zijn spontane instincten vast op het doek. En dat resulteert in een enorm complex en gelaagd werk, zoals dit, getiteld Ombre, Schaduw. Het is al reeds 3 keer tentoongesteld geweest, waarvan 2 in Brussel, 1 keer in Elsenen. De laatste keer was het ook te zien op zijn overzichtstentoonstelling in 1990 in het Palais de Beaux-Arts.